toch gaaf dat je naast je gewone werkzaamheden voor zo'n organisatie dit erbij kan doen. Sneeuwvegen. Wie had dat gedacht toen ik hier kwam werken, joh? Ja, het is soms een beetje koud, maar ja, als je dan zo de zon boven Schiphol op ziet komen, ja, dan heb je het mooiste uitzicht van Nederland. Op dit moment zijn wij bezig op Schiphol met een proef met een zelfrijdend bagagevoertuig. Zonder handen, zonder voeten. Top! We zijn vandaag voor het eerst met de Pipistrel op Schiphol geland. Ik denk zelfs dat het de eerste keer is dat zo'n elektrisch vliegtuig op een grote internationale luchthaven is geland. Welkom op de nieuwe M-corridor. De plantenbakken die zijn gemaakt van oude informatiebalies die ook van Schiphol komen en gemaakt van een oude Boeing 747. Om meer te weten over de luchtkwaliteit heeft Schiphol aan TNO gevraagd om onderzoek te doen naar ultrafijnstof op het Schipholterrein. Schiphol onderneemt al langer actie om de uitstoot op en rondom de luchthaven te verminderen om de luchtkwaliteit te verbeteren. En zal daar komende tijd ook hard aan verder werken. We hebben er lang naar uitgekeken. Weer wat meer beweging op de luchthaven. Het ziet er naar uit dat we snel meer reizigers mogen verwelkomen. Laten we er samen een mooie zomer van maken. We zagen gisteren dat we weer hier naartoe konden. Dus we hadden iets van, we gaan meteen weer. Ik ben blij dat we nu weer in alle vrijheid op het dakterras kunnen zijn. Door de coronacrisis is de vraag aan stagiaires best wel afgenomen in Nederland. Echter door een nieuwe samenwerking vanuit school en Schiphol heb ik de kans gekregen om stage te mogen lopen bij Floor Management. En ja, ik ben wel heel dankbaar eigenlijk. Goedemiddag, good afternoon. Luchtvaart Inclusief is een programma waarbij we proberen mensen die op afstand staan van de arbeidsmarkt aan het werk te helpen. Mijn baan op Schiphol betekent voor mij zoveel als werken, erbij horen, superleuke collega's. Op een gegeven moment was ik hier weer aan het werk, kwam een van mijn buren. Die sprak mij aan dat ik er weer beter uitzag. Dus het heeft wel effect op je. We staan hier op het nieuwe viaduct van de nieuwe rijbaan Quebec. Ja, voorheen was hier één rijbaan waarbij dus vliegtuigen één richting konden rijden. Ja, de vliegtuigen die konden overal op het hele rijbaanstelsel rondom Schiphol Centrum in twee richtingen rijden, onafhankelijk van elkaar. Op deze locatie kon dat nog niet en binnenkort kan dat wel. Schiphol,